Scoren op tv, dat is wat jij moet doen. Ik heb al gescoord op tv, maar zei ik, ik ben al 3 keer niet onopgemerkt in een BRT-programma verschenen. Ach, rot toch op met je BRT, zei Maas Spijkers. Hier bij ons in Nederland moet je scoren. Vlamingen lezen geen boeken. Wie geen boeken verkoopt in Nederland, kan beter een shawarma-tent beginnen. Welke tent, vroeg ik? In 1985 was shawarma nog totaal onbekend in Vlaanderen. Wijs mij een Vlaming aan die in 1985 al wist wat shawarma was en ik wijs je een opschepper en een leugenaar aan. We wisten in 1985 in Vlaanderen met moeite wat een kiwi was. Of tagliatelle, of sushi, of guacamole, of rucola. Hoezo, welke tent, zei Maas Spijkers? Dat zei ik toch net? Een shawarma-tent, lul de behanger. Of zijn jullie in Vlaanderen zo achterlijk dat jullie niet eens weten wat shawarma is? Ben je gek? Loog ik op schepperig? Mijn grootvader had al een shawarma in de Tweede Wereldoorlog. Als zij zijn shawarma boven haalden, stoken de Duitsers in doodsangst uit elkaar. Ja, als hij met zijn shawarma in aanslag in zijn tent lag, dan zijn de moffen naar elkaar, kijk uit voor de oude Brussel als zijn shawarma-tent. Spaar dat gelul op voor in je boeken, zei Maas Spijkers. En zorg dat je straks koopt voor de camera. Trouwens, ik heb iets zitten bedenken. Ja, wat dan maar, vroeg ik. Eigenlijk heb jij een ongelooflijk onopvallende kop, zei hij. Niemand onthoudt zo'n kop. Mensen kopen alleen boeken van schrijvers van wie ze de kop onthouden. Doe wat aan die kop. Ja, maar wat dan, zei ik. Weet ik veel, laat je haar groeien. Laat het zo walgelijk lang groeien dat de mensen zeggen ik wil wel een boek van die schrijver met die roodkop en dat verschrikkelijke lange haar. Ja, dat is een goed idee, laat je haar groeien. Oké, maar zei ik, hij was tenslotte hoofdredacteur bij een belangrijke uitgeverij en hij wist wat goed was voor schrijvers en dus begon ik daar te plekken in de Volvo stationcar van Maas Spijkers met mijn haar te laten groeien. Dank u wel.